Goedemorgen, u kijk naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland. Dat heeft allemaal te maken met een frontale storing die vanuit het westen nadert. Vanuit het westen gaat de bewolking dikker worden en kan er af en toe wat motregen of lichte regen gaan vallen. De zon heeft het moeilijk, maar vooral in de oostelijke provincies kan ze toch nog heel af en toe doorbreken. Vanmiddag gaat het harder regenen, vooral in het westen, midden en noorden van het land. Het zuidoosten houdt het grotendeels droog, en ook dan kan daar nog heel af en toe de zon doorbreken. Temperaturen rond de 17 graden in de regen is het 15 graden. Vanavond nog een enkel buitje, maar op steeds meer plaatsen wordt het droog en het begint ook voorzichtig op te klaren. De wind neemt in kracht af. Morgen hebben we dan veel beter weer. Dankzij de stijgende luchtdruk is de regen zo goed als weg. Hier en daar nog een licht buitje, met name in het noorden. Verder flinke zonnige periode en een temperatuur van 17 graden. Zaterdag en zondag blijft het overal droog en ook volgende week lijkt het grotendeels droog te blijven. Wij zijn de flinke periode met zon, maar vroeg in de ochtend kan het nog wel even grijs zijn door nevel en mist. Temperaturen 16 tot 18 graden iets onder normaal voor deze tijd van het jaar. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.